mijn knopje overzicht. En je ziet, ik heb nu twee pagina's gemaakt. Nu ga ik een pagina brede foto maken. En dat doe ik. Ik ga naar portfolio toe. Ik zoom een beetje uit met command min. Dan druk ik hier helemaal links op rechthoek. Het klinkt alsof je er alleen een rechthoek mee kunt maken. Maar je kunt er veel meer mee. Voor de technische mensen, dit is wat we dan noemen een div. Hè? Als dat niks zegt, nou, moet je er ook helemaal niks bij doen. En die gaan we pagina breed er neerzetten. Dus hier klik je. En dan moet je even kijken, goed kijken. Ik zal een beetje inzoomen voor je. Op een gegeven moment komt er een rood lijntje als je aan het slepen bent met je vakje. En dan is die goed. Dus pagina breed heb ik hem nu. Hoe hoog je hem wil, mag je zelf bepalen. Zorg gewoon van links naar rechts. Mag je gewoon een vakje neerzetten. Dat is de enige manier ook dat je pagina breed een foto kunt toevoegen. Je weet dat die helemaal breed is als dit knopje is ingedrukt. Het knopje zie je ook bij gewone foto's, maar bij de nieuwe versie van Muse werkt het alleen via een vakje. Daarna klik je op het woord vulling. Dus op het woord moet je klikken. Dus niet op deze dingen erachter, maar op het woord. Dan kies je afbeelding toevoegen. Klik je even op een foto. En dan zijn er nog twee opties. Want je ziet zo, nou, zo ziet het er zo uit. Oorspronkelijk groot is dat. Dan kun je bij aanpassen veranderen naar bijvoorbeeld schalend vullend. En dan ziet hij er iets anders uit. Dan heb je hier nog 9 vakjes hè, met zo'n afstandsbediening. Die kun je ook veranderen, bijvoorbeeld het vakje in het midden te kiezen. Dan centreert hij dus in het midden. Of rechtsonder, linksonder. Dat zijn de opties. Deze twee dingen, zo kun je het nog veranderen. En je kunt hem natuurlijk hoger maken. Verder zijn er geen mogelijkheden om de foto te veranderen. Dus als het je nog niet aanstaat, kun je het niet vinden met die opties. Dan moet je zelf de foto aanpassen.